Aangeschoven is Jurt van den Burg van het Kennis- en Kunstcentrum De Blauwe Meien. Ja, eigenlijk zit het wel een beetje naast de gemeente Stichtse Vecht, maar ach, je bent eigenlijk zo en die naam maakt mij een beetje nieuwsgierig, hè, De Blauwe Meien. Ja. Waar komt die naam vandaan, Blauwe Meien? Het komt eigenlijk gedeeltelijk komt het van de vorige eigenaar, Wim Verwoerd, de kunstenaar, die had De Blauwe Wereld. Want zijn kleur was blauw, dus de hooimeid is blauw, al het houtwerk is blauw. En zodoende heette het De Blauwe Wereld. Alleen, ja, Wim Verwoerd verkocht het aan ons. En toen hadden wij van, ja, we gaan niet door met De Blauwe Wereld, want die was van hem. Maar we zitten aan het riviertje De Meien. En die dus is ook vaak blauw? En die, nou ja, wat je dan, hè? Waterblauw is een beetje fantasieblauw, dus zodoende hebben wij De Blauwe Meien ervan gemaakt. Ja. Ja. Maar goed, het is nu een bekende naam in de omgeving, ja. De Blauwe Meien. Ja, dat doen we al. Wat doen jullie ook zoal? Nou, wij zijn twee dingen eigenlijk. Enerzijds zijn we een kunstgalerie en een beeldentuin. Dus vandaar dat wij ook, mede dat ik daardoor ook hier zit. En daarnaast is het een locatie waar we trainingen en workshops houden. Dus bedrijven komen bij ons voor zoals je vaak hoort van, en we gaan een hei-sessie doen. Alleen bij ons doe je dan een wei-sessie, want het is midden in het Groene Hart. Ja. Midden in de polder aan de Nieuwkoopse Plassen. Dus ja, we hebben een grote beeldentuin waar mensen lekker naar buiten kunnen. En daar trainingen en workshops en allerlei dingen doen. Waar je gewoon een rustige omgeving voor wilt hebben. Ja, wat is nou de echte kracht van De Blauwe Meien? Waarin onderscheidt het zich van andere kunstgalleries en centra? Ik denk één, de locatie. We zitten echt aan een fiets- en wandelroute. Zitten wij helemaal in het buitengebied. Met een hele mooie schuur en een hele mooie hooimeid. En loop je de schuur uit, dan sta je op het terras aan de Meien. En je steekt het bruggetje over en dan steek je ook meteen de provinciegrens over. Want we zitten enerzijds in Utrecht en anderzijds in Zuid-Holland. En dan heb je een beeldentuin van een hectare. Dus die combinatie, denk ik, tussen een galerie en beeldentuin, ik denk dat dat hem uniek maakt en zeker de locatie. Ja, want we gaan het even hebben over de expositie van Pieter Adriaans. Hè? Ja, dat Pieter is en Rini, hè? Juist, het is een echtpaar uit het dorpje Kokeng. Ja, ja, die zijn bij jullie aan het exposeren. Hoe komen ze nou bij jullie verzeild? Ik zal hem heel kort doen. We zitten anderhalf jaar hier. En we hadden een bijeenkomst georganiseerd met allerlei recreatieve ondernemers. En zodoende kwamen wij Marcel de Polderwachter tegen. Marcel Blekendaar, de Polderwachter. Bekende naam. Bekende naam, precies. En Marcel de Polderwachter hadden we meteen een goede klik mee. En die bracht ons in contact met Ed Toepel. Ook een bekende naam van de Vechtkronkel. Ja. De Vechtkronkel had een borrel. De Vechtborrel. De beruchte of beroemde Vechtborrel. En die was toevallig bij Pieter en Rini in Portengen. En zodoende hebben wij hun daar ontmoet. Ja, kunstenaars en wij met een galerie. En dat klikte heel goed. Ja, je raakte aan de praat. En Pieter had de foto's die hij nu heeft. Ja, daar wilde hij eigenlijk wel wat mee. En ja, goed, al pratende is het zo. Ik denk het meer dan een jaar geleden. Maar ja, zo kwam het. En nu hangt hij er met zijn schilderij. Ja. Met zijn fotoschilderij. Dat is een beetje een apart verhaal. Hè? Want ik begreep dat hij begonnen is om zijn lijf te beschilderen. Ja, en dat heeft hij gefotografeerd. Handen. En toen was het een beetje moeilijk om dat zo te laten zien. En klopt. Toen zijn ze wat gaan doen. Hè? Ja, nee, klopt. Het grappige is, Piet Priel is natuurlijk een enorm creatief. Die is in zijn atelier is hij aan het schilderen geraakt. En zodoende kwam die gegeven moment van, toen zat hij helemaal onder de verf of onder de klei of onder uit allerlei dingen gedaan. En zoals hij dan zelf roept of zei dan van, dan riep hij Rini, kan je even komen? Want het is een foto-expositie van Pieter. Alleen Rini heeft eigenlijk alle foto's gemaakt, want Pieter zat onder de verf of onder de klei. Die kon zelf niks doen. Die kon helemaal niks doen. Dus die hebben dat gemaakt. En ja, dat was eigenlijk wel mooi, alleen nog net niet. Door toeval dat hun zoon wat meer thuis was in de computers en allerlei manipulatie technieken precies, zei hij van, oh, maar dan kan je met Photoshop, en toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, want ik vraag me zo af, als je nou je lijf beschilt en je gaat daar foto's van maken, is dat kunst? Wanneer wordt het nou kunst? Ja, precies, ja. Ja, nou goed, en Pieter is een man van de experimenten. Die vindt dat leuk en die gaat ermee aan de gang. En die is toen met Photoshop aan de gang gegaan. Ja, en toen is hij helemaal losgegaan. En ja, dat resultaat hebben wij nu hangen. Ja. En jij vindt het dus zeker wel kunst, anders had je het niet in je galerie gehad. Absoluut. Ja, ja, absoluut. Als je het ziet, en het leuke is ook, wij waren erbij toen Pieter het uitpakte. Want hij heeft natuurlijk op zijn laptopje heeft hij het gemaakt. En het zijn nu schilderijen van bijna een meter. Dus die zijn bij ons afgeleverd toen hij ook, hij heeft ze bij ons uitgepakt. En
Ja, met zijn mond open. Oh, prachtig, prachtig. En het, ja, het, maar zijn het dan schilderij of zijn het gewoon grote foto's? Het zijn grote foto's, maar wel... ja, zoals een Sietse Govert, hier ook uit, een schilder hier uit de omgeving, die kwam kijken en die zei, je kan zien dat het een schilder is. Hij heeft dus weliswaar gefotografeerd, alleen echt vanuit de oog van een schilder. Dus het is weliswaar foto, hè, want je kan het beetpakken, het is een foto. Alleen ja, wel van iets wat geschilderd is en met het oog van een schilder gemaakt. Dus dat, die combinatie is heel bijzonder. Nou wil ik toch even voor de vrouw opkomen, Rini. Ja. Heeft zij dus alleen meegewerkt door die foto's te maken? Of hangen er ook andere dingen van haar? Nou, alleen meegewerkt. Denk dat het minstens zo belangrijk is. Want je kan nog zo creatief zijn. Maar als je er geen goede foto van maakt, dan staat Pieter daar in de klei of in de verf. Maar dan is het niks. Dus nee, ik denk dat de Rini minstens zo belangrijk is. Daarnaast is Rini is heel creatief met... die maakt sjaals. Zijde sjaals en die beschildert die. En ook dat weer heel kunstzinnig. Dus die maakt naast de foto's, is hij ook met sjaals aan het beschilderen. En die hangen ook bij jullie? Ja, die hangen ook bij ons. Ja, tenminste van degenen die er nog zijn. Want er zijn er ook alweer een aantal verkocht. En schilderijen blijven even hangen. Een sjaal, dat is van, wat leuk. Sjaals die je echt kunt gebruiken. Ja, het zijn echt hele mooie. Ja. Ja. Maar ja, jullie, de expositie is natuurlijk al 11 december begonnen. Ja, tot, en tot 12 of 14 maart. Oh, ja. Dus we hebben nog alle tijd om te gaan kijken. Ja, absoluut. En wij wisselen 4 keer per jaar van expositie. Wij wisselen met de seizoenen mee qua exposities. Ach ja, 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 ja. En ja, weet je al iets van de volgende expositie dan? Ja, en nou heb ik, dat heb je met live radio, dat je een acute naam vergeet. Wij gaan insectenhuisjes. En dan moet ik even heel goed nadenken. Nou, op de website staat het, maar daar heb ik nu niks aan. Insectenhuisjes. Ja, dat is een kunst. Huisjes voor bijen of zo, honingraten. Ja, het zijn kleine huisjes van een thee. Een theebox groot. Ja, ja. Op palen. En die maakt hij van rood klei. En dan maakt hij kleine huisjes, fletjes. En dat is ook met Pieter Adriaans? Of? Nee, dat is bij ons. Nee, dat is geen Pieter Adriaans. Nee, dat is een ander anders. Ja. Andere kunstenaar. En die gaan wij dus opzoeken op de site. Ja, nee, een tipje van de sluier hebben we al. Dat wordt weer voor de tuin. Want we hebben nu de beeldentuin, is nu leeg. Want ja, het is nu zo koud en guur, dan ga je niet voor je lol. Maar dat komt in het voorjaar, komen die insectenhuisjes, komen die in ieder geval al in de tuin. Ja. En we zijn met een aantal mensen wel in gesprek, maar ja, daar weten we nog niet zeker of dat doorgaat. Dus ja, die naam hou ik graag nog even onder de pet, omdat we het gewoon nog niet zeker weten. Nee, maar wat mij wel boeit is van, ze melden zich bij jullie aan met een aanbod. Want wanneer zeggen jullie, dat is goed, kom hier maar exposeren? Als we het zelf gezien hebben en mooi vinden. En ook de kunstenaar aardig vinden. En dat vinden wij ook wel, want ja, wij wonen naast, zeg maar, onze galerie. Ja, en die mensen komen over de vloer bij ons en die lopen daar rond. En dus we moeten ook een klik met de kunstenaar hebben. Maar wij zijn zelf ook heel actief aan het netwerken, zoals het er mooi heet tegenwoordig. Mm-hmm. Maar op zoek naar kunstenaars en we spreken een hoop mensen. En doordat wij veel mensen spreken, dan zou je die eens moeten vragen. Of zou je die eens moeten vragen. Of ik heb een neef, die is kunstenaar, praat daar eens mee. En op die manier bouwen wij een heel netwerk op. Ja, en heel veel zijn mensen die, en dat is met kunst een beetje, vind ik wel een beetje jammer, dat op het moment dat iemand schildert, is hij meteen kunstenaar. Ja, daar is... ja, je bent gewoon lekker aan het schilderen. Ik tennisde vroeger heel veel, maar ik was nog geen proftennis. Nee, want wanneer is iets kunst, hè? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, en je moet het dan meteen verkocht worden. Er zijn mensen die maken een paar schilderijen en verkopen het voor €300. Ik denk, ben je dan al kunstenaar? Dus dat is voor ons ook goed. En we hebben gelukkig een lokale schilder, Ido Funderink, die ook op de Meijer woont. En die is ook een beetje coach van ons. En dat is een man die al, die heeft zijn sporen verdiend in de schilderwereld. En dan gaan we ook wel eens naar Ido en zeggen, Ido, zeg jij hier nou eens wat van? Want ja, wij vinden het wel heel mooi, maar ja, laat even jouw schildersoog erop vallen. Dus we hebben wel inmiddels ook een aantal mensen om ons heen die ons ook ondersteunen daarin van, ja, dit is echt mooi knap werk. Ja, maar jullie hebben geen vaste exposanten. Het is steeds helemaal iets anders. Ook 4 keer per jaar gaan we helemaal alles eruit en alles erin. Dus voor echte kunstliefhebbers of mensen die het leuk vinden om al fietsend en wandelend daar bezig te zijn, die kunnen gewoon binnenlopen en eens kijken weekend. Elk weekend zijn wij open van 12 tot 5. Zaterdag en zondag. En ja, nu ben ik hier. Dus nu hebben we ook een van de kunstenaars, José van den Helder. Die is nu, zeg maar, de galeriehouder bij ons. Want ik ben hier. Ja. En als het mooi weer is en wij zijn thuis, dan hebben we ook vaak dat we zeggen, joh, het is ook mooi weer. Dus gaan vast weer mensen fietsen. En dan gooien we het hek open. En dan zijn we op dat moment open. Ja. En hoe kunnen we jullie vinden?
deblauwemeien.nl. En is dat makkelijk te vinden? Ja, het zit halverwege. Maar je gaat ook met de auto soms? Het is halverwege de Meijen achter Zegveld. Dus je rijdt eigenlijk bij ons uit Zegveld, rij je zo het parkeerplaats op. Ik ben iemand die met het openbaar vervoer gaat. Hoe kom ik er dan? Dat is heel jammer. De Meijen is heel slecht. We hebben met de buurtbus. Bootbus gaan, ja, met de boot. Nee, we hebben een buurtbus. Ja, nou ja. Het ligt aan de Meijen, dus. Ja. Nee, je kan niet. We hebben een hele lange stijger, dus dat kan. Nee, door de week kan je met de buurtbus. Maar die komt 3 keer per week of 3 keer per dag. Ja. En in het weekend rijdt hij helaas niet. Maar je kan, ja, je kan de prachtige fiets. Je bent er zo. Ja, dat is ook zo. En ik zie nu dat Nico op zijn horloge wijst. Dus ja. Ja, ik denk dat wij allemaal eens even moeten gaan kijken. Zeker naar die kunst van Pieter en Riedi Adriaans. Ja, en dat kan nog tot 12 maart, had je gezegd. Ja, klopt. Nou, dan zou ik zeggen, met z'n allen naar de Blauwe Meijen. En hartelijk dank voor jouw komst en aanwezigheid. En weer gauw terug naar je galerie, want heel je graag. Moet het weer overnemen. Hè, begrijp het is lekker fietsweer, dus ik ga gauw weer naar huis. Oké, dankjewel. En jullie dankjewel.